Het is 2030. De wereldbevolking is inmiddels gegroeid naar ruim 8 miljard mensen. En de grondstoffen zijn schaars geworden. Persoonlijk bezit is onder druk komen te staan, maar leasecontracten vieren hoogtij. Je hoeft niet meer iets te bezitten om het te kunnen gebruiken. Maar wie is de uitgever van de contracten? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van het bezit? Lukt het bedrijven om het monopolie op bezit te winnen? Of gaan we toe naar een wereld waarin burgers zich in coöperaties verenigen die het bezit en de toegang tot diensten regelen? Stel dat slechts een paar multinationals alles in bezit hebben. IKEA Google beheert bijvoorbeeld een enorm ICT-netwerk en biedt niet alleen leaseconstructies aan voor interieurs, maar ook voor transport en onderdak. In 2030 willen we nog steeds heel graag materiële goederen bezitten. Alleen dat kunnen we veel minder goed. Er zal enorm veel schaarste zijn. We zullen dus op zoek moeten gaan naar andere manieren. Consumenten kunnen het niet doen, overheden kunnen het niet doen. Dus bedrijven zullen daarin gaan springen. En met name grote IT-bedrijven, die mondiale platforms zijn, zullen nog grotere en sterkere monopolies worden. En die zullen uiteindelijk dominant worden. En daardoor zal in 2030 het netwerk regeren. Een handvol multinationals levert alles wat een mens nodig heeft. Niet door producten of diensten te verkopen, maar door te verhuren of leasen. Omdat het in het belang is van de multinationals dat producten lang meegaan, wordt er veel duurzamer geproduceerd. Voor consumenten is het prettig dat ze zich niet meer bezig hoeven te houden met het onderhoud van bezit. Dus het is niet zo dat bezit echt op zich belangrijk wordt, maar wel het kunnen gebruiken van productiemiddelen, van een auto die je van A naar B brengt op een of andere manier. Dus dat is wat we in de toekomst zullen zien. Niet dat mensen dat allemaal zelf bezitten, of het van elkaar lenen. Nee, het zijn commerciële bedrijven die ervoor zorgen dat die bezittingen gebruik geregeld wordt. En die verdienen daar geld aan. Net zo goed als Google geld verdient aan het feit dat wij Google gebruiken. Het midden- en kleinbedrijf is verdwenen. En voor gewone mensen is het vrijwel onmogelijk geworden een bedrijf te beginnen. Overheden zijn niet opgewassen tegen de macht van het bedrijfsleven. Hun verantwoordelijkheden zijn beperkt tot wat administratieve taken en het sociale vangnet is er alleen voor de allerarmsten. De multinationals hebben zich verenigd in de World Central Bank. Bedrijven die de schaal kunnen maken, die het platform kunnen zijn waar consumenten naar op verenigd kunnen worden, die bedrijven zullen winnen. Dat zal dus alleen maar meer zo zijn. Zij zullen meer marktaandeel winnen, zullen nog sterker worden, nog grotere mondiale organisaties worden. En zij zullen in de toekomst ook andere sectoren naar zich toe gaan trekken. Dus wat zou Google voor je gezondheid kunnen doen? Wat zou een social networking site kunnen doen voor je educatiebehoeften? Dat idee van die verdergaande centralisatie van macht, hè, Google werd dan genoemd. Ik geloof daar nooit zo in. Het is een soort verlangen, denk ik, van ons, van mensen, om het simpel te houden. En de macht als het ware als toch als een persoon te zien of als een grote toren of een groot kasteel. En ik geloof juist wat er bij ons gaande is, dat de macht onzichtbaar wordt. Dat we niet meer weten wie ons besturen. En dat is een bekend beeld van Zygmunt Bauman, socioloog. Die een beeld heeft geschetst dat wij ons moeten voorstellen dat wij in een heel luxueus vliegtuig vliegen. Stewardessen zorgen dat we goed zitten en alles is geregeld. We kunnen nog een filmpje kijken en een boek lezen en naar de benen van de stewardess loeren. Maar we laten niet tot ons doordringen dat er eigenlijk niemand in die cockpit zit. Dat we zomaar ons ergens bevinden en met onbekende bestemming voortzuizen. Maar het kan ook anders. Stel dat we alles delen met ons eigen netwerk. We organiseren alles met elkaar. Energie, woningen, voedsel. Dankzij de 3D-printer kunnen we producten zelf maken en ze delen met onze directe omgeving. Als er te veel macht bij alleen maar bedrijven en bij winst en dus met als doel winst maken ligt, dan liggen de beslissingen daar op zo'n manier dat je het milieu helemaal verpest, mensenrechten, dat soort zaken zie je dan allemaal in het gedrang komen. En de mensen pikken dat niet meer. Er is inmiddels toegang tot internet, er is veel overleg met elkaar en mensen organiseren zich en er is een transparantie waar die bedrijven ook gewoon niet meer mee wegkomen. Dus ik denk dat dat een probleem wordt voor de bedrijven.
Het opleidingsniveau van mensen en daarmee de mondigheid van mensen is enorm toegenomen. Dus mensen willen ook een zeggenschap hebben over hun eigen leven, kunnen dat ook. En ze hebben heel veel wantrouwen tegen heel veel grote organisaties, waarvan je voortdurend het gevoel hebt dat ze eigenlijk toch, dat je daarin niet meetelt. En dat hun eigen belangen zwaarder wegen, hun eigen inkomen enzovoort, eigen prestige zwaarder weegt dan het belang wat jij hebt als burger of als consument. Door falende systemen is het vertrouwen in het bedrijfsleven teloor gegaan. Steeds meer mensen nemen het heft in eigen handen en verenigen zich in coöperaties om hun zaken mee te regelen. De coöperaties zijn in eerste instantie klein, maar vormen door samen te werken een steeds belangrijkere opponent voor het reguliere bedrijfsleven. In 2030 zal de hele samenleving op een heel andere manier georganiseerd zijn dan nu. Namelijk, mensen zullen zich aaneengesloten hebben in allerlei coöperaties. Dus op die manier zullen ze zorg vormgeven, zoals onderwijs vormgeven. Het gebeurt nu al volop met energie, dat er energiecoöperaties zijn. Mensen gezamenlijk zonnecellen inkopen. En dat gaat hele interessante gevolgen krijgen voor de grote instellingen die wij kennen. Nu hebben we natuurlijk grote Nuon, Essent enzovoort. Die energie leveren, als straks iedereen zijn eigen energie opwekt aan huis. Dan zijn die organisaties ineens, die vallen er gewoon uit. Die zijn niet meer nodig. De toegang tot de afzetmarkt en de verantwoordelijkheid voor eigendommen is in handen van de coöperaties. Alleen bedrijven die zich toeleggen op het faciliteren van de coöperaties redden het. Het gaat dan bijvoorbeeld om vernieuwende bedrijven met grote technologische kennis en bedrijven die onderhoudsovereenkomsten aangaan met de coöperaties. Overheden zijn vooral bezig met wetgeving om het aantal profiteurs terug te dringen. Recidiverende profiteurs, die zich bij geen enkele coöperatie meer mogen aansluiten, worden opgevangen in de staatscoöperatie. Nou, als de trend van power to the people en coöperaties, mensen die samen redzaam zijn, samen dingen regelen, als die trend zich helemaal voort gaat zetten, dan kom je terecht in een maatschappij waar de markt eigenlijk heel weinig invloed heeft. De mensen hebben steeds meer invloed. Tegen 2050 beginnen steeds meer mensen zich zorgen te maken over de enorme overhead van de coöperaties. De eindeloze vergaderingen staan een gezonde productie van goederen en diensten in de weg. De collectieve goederen zijn aftans geworden en er ontstaat een steeds groter verschil tussen de dure en goedkope coöperaties. De mensen gaan op zoek naar alternatieven. Die onzichtbaarheid van de macht, dat is juist nu al een groot probleem en dat zal er niet, denk ik, beter op worden. En dat is een enorm probleem namelijk voor mensen die een andere wereld willen, die ontevreden zijn. Hè? De jonge mensen, zoals je ziet bij die Occupy-beweging, tegen wie richten ze zich? Ja, ze denken, we richten ons tegen het groot kapitaal, net zoals onze ouders dat deden en grootouders, hè, met een socialistisch motief. Maar het kapitaal, ja, dat zijn wij zelf. Het is veel te simpel om te stellen dat het kapitaal, hè, de vijand is. Want ja, het pensioenfonds van je ouders is een van de grootste beleggers op de beurs. De vakbonden. Nou, je ziet het, een ander voorbeeld, de woningbouwverenigingen. Dat zijn natuurlijk ook een soort schurkenorganisaties geworden. Maar ja, dat zijn oorspronkelijk natuurlijk coöperaties, huurdersverenigingen zou je kunnen zeggen. Dus dat idee van, als je je tegen de maatschappij keert, keer je tegen jezelf. En dat antimaatschappelijk of onmaatschappelijk is natuurlijk een romantische fantasie. Ja, die niet meer die kun je niet meer realiseren. Dat zal niet meer lukken. Dus daarom zie je, het protest wordt futiel. Centralisatie versus decentralisatie. Monopolisering versus het collectief. Hoe kunnen we schaarste het beste het hoofd bieden? Welke ontwikkeling waarborgt een zo goed mogelijk gebruik van onze grondstoffen? Welk scenario vind jij het meest waarschijnlijk?